Welkom op de hoofdsite van de Nationale Mental Coach. Ik geef u gevraagde en ongevraagde adviezen op problemen die u mij per e-mail kunt sturen. Voor alle duidelijkheid, ik bedrijf geen e-coaching. Ik behandel uw vragen niet persoonlijk. Dat kan natuurlijk niet, want ik ben nationale coach. Ik heb uh, 16,5 miljoen cliënten onder mijn hoede. Ik ben nog maar net in functie, maar van één probleem weet ik zeker dat ik het niet ga behandelen. En dat is als u mij meldt dat u niet lekker in uw vel zit. Niet lekker in je vel zitten wordt nu geaccepteerd door de meeste zorg- en verzekeringsinstanties. En op hun sites beginnen de meeste mental coaches er ook mee. Uh, zit u niet lekker in uw vel? Ik zorg dat u in vier weken weer lekker in uw vel zit. Wat is dat precies, niet lekker in je vel zitten? De meeste cliënten kunnen het niet eens omschrijven. Ja, ik weet niet wat ik heb, ik eh, zit niet lekker in mijn vel, zeg maar. En dan zegt de huisarts: Oh, dan verwijs ik u door naar een mental coach. Hier is een verwijsbriefje en volgende patiënt. En dan mag u overal aankloppen, maar niet bij deze mental coach. Want in het intakegesprek al zeg ik meteen waar het op staat. Oh, zit u niet lekker in uw vel? Hebt u niks belangrijkers onder uw leden of in uw kop? Ga dan naar het eerste, het beste kruidenvrouwtje. Slik drie konijnenkeutels per dag. Of ga eens lekker van bil met uw partner. Niet lekker in je vel zitten. Wat een slappe aandoening. Ik zit mijn hele leven al niet lekker in mijn vel. Ik ga daar niet over zeuren of zanen. Nou, kijkt u maar. Is dit een lekker vel? Ik dacht het niet. Putjes en puistjes en moedervlekjes, eng haar. Maar ja, ik zit er niet mee. Ik ga hier niet zitten in een t-shirt met korte mouwtjes. Probleem opgelost. Als nationale mental coach zeg ik: schrap die zin, ik zit niet lekker in mijn vel uit het medische en paramedische circuit. En ik heb dat uitgezocht. Dat levert ons land op jaarbasis een besparing op van 124 miljoen euro. Ja, komt u bij me met de mededeling dat u wel lekker in uw vel zit, dan neem ik u graag in behandeling. Want wie, wie zegt dat nou? Ik zit, ja, ik zit lekker in mijn vel. En vaak wordt er dan bij gezegd, de laatste tijd. Ik zit wel lekker in mijn vel, de laatste tijd. Dat suggereert diepgang. De ene dag zit ik lekker in mijn vel en de andere dag weer niet. Cliënten die wel lekker in hun vel zitten, verwijs ik door naar een cursus antipedantie... In vier dagen tijd wordt u van uw akelige pedanterie verlost. En verandert u gewoon in iemand die wel eens de pest in heeft. Dag.